Over de gebeurtenissen in Abcoude lezen we het een en ander in dit register van de pastoor van Abcoude. Dat was Theodorus van Aalst. En hij schreef in dit boek eigenlijk een soort beknopte geschiedenis van de gebeurtenissen in het dorp Abcoude in het rampjaar. En een heel bijzonder verhaal daarin was eigenlijk de heldendaad die zijn voorganger, pastoor Fenix, verrichtte. In de nacht van 17 november 1672 trokken de Franse troepen richting Abcoude. Het kasteel van Abcoude, waar de staatse troepen zich verschanst hadden, lieten ze daarbij links liggen. Het ging ze echt om terreur te zaaien en eigenlijk de bevolking aan te pakken en te plunderen. Ze begonnen dus het dorp Abcoude in brand te steken en de mensen aan te vallen. En toen pastoor Fenix, ook katholiek, net als de Franse troepen natuurlijk, dat te horen kreeg, aarzelde die niet. Hier staat dus beschreven dat de eerwaarde heer Johannes Fenix, de pastoor, al daar, tot op het midden van Abcoude, dus in het centrum van het dorp, de partij van de Fransen is tegemoet gegaan, met het allerheiligste sacrament of venerabel in de hand. En ootmoedig, dus onderdanig, nederig, pardon verzocht heeft voor het dorp, in de naam van degene die al daar in dat heilig tegenwoordig was. Dus dat is Jezus Christus. Dus in naam van God vroeg hij de Fransen om het dorp te sparen. En die gaven daar vervolgens gehoor aan. En ze stopten dus met de plundering en ze trokken weer terug. En pastoor Fenix heeft daarna met een aantal dorpsbewoners nog een aantal brandjes geblust. En het meest bijzondere van het verhaal is nog wel dat hij zelfs de Franse troepen zover kreeg om ook nog wat mee te helpen met het blussen. Nou lijkt dat een heel sterk verhaal. En we kennen de katholieke kerk, die houden van heilige verhalen. Dus zou dit verzonnen zijn? Dat is niet zo waarschijnlijk, omdat in andere bronnen komen we dit verhaal ook tegen. En zelfs dat vanwege eigenlijk deze heldendaad voor de Republiek die Fenix verrichtte, dat hij van Willem III persoonlijk als katholiek het recht kreeg om een schuilkerk te beginnen in Abcoude. En dat was in een tijd dat de gereformeerde kerk de enige toegestane godsdienst was. Een hele bijzondere gunst eigenlijk die hem verleend werd. En in de bronnen is ook wel terug te lezen dat dat dus te maken had met het feit dat die Abcoude had behoed voor een totale vernietiging.